Pieter Huistra, hartelijk gefeliciteerd als nieuwe trainer van Jong Ajax. Hoe lang loopt je contract en wanneer begin je? Ik heb een contract getekend voor 2 jaar en dat begint komend seizoen. Waarom heeft Ajax juist jou gekozen als nieuwe trainer van de belofteploeg? Ja, dat moet je Ajax vragen natuurlijk. Hè. Voor mij is het een mooie uitdaging om het te gaan doen. En ik heb er zin in. Je bent dit seizoen als gasttrainer bij de selectie betrokken geraakt. Kun je kort vertellen hoe dat is gelopen verder? Ja, het is eigenlijk begonnen met een week stage en dat is uitgebreid. Toen kwam de blessure van Rob Witsch erachteraan. Ja, toen werd het eigenlijk permanent de laatste 2 maanden. Dus heel langzaam maar zeker ben ik op die manier bij deze club binnengekomen. Ja. Wat heb je geleerd de afgelopen maanden? Wat heb je kunnen ervaren van je periode bij de selectie? Nou, kijk, het is een hele grote club. Een club waar heel veel gebeurt. Dat heb ik natuurlijk de afgelopen weken vooral ook meegemaakt. Veel mensen, grote organisatie. En ik heb wat dat betreft ook een hele warme organisatie leren kennen. Waar we de mensen nauw met elkaar optrekken. Dus ik heb een zeer positief gevoel erover. En ik ben ook zeer tevreden dat ik daar nu een rol ga vervullen daarbinnen. Wat verwacht je van het eerste seizoen? Ja, het eerste seizoen is direct erin met de jongens. Ik ben er voor om de jongens die er volgend jaar spelen een zo goed mogelijke ontwikkeling door te laten maken. Samen met de jongens. Dus wat dat betreft is er niet een periode van gewennen of rustig aandoen. Nee, het is direct erin kletsen. Nou, als jongen is dit seizoen landskampioen geworden. Aan jou dus om de taak te evenaren, die prestatie te evenaren. Ja, natuurlijk willen we dat graag evenaren. Tegelijkertijd weet iedereen binnen Ajax dat het vooral gaat om de afleveren van spelers bij een A-selectie. Nou, dit jaar waren dat Daley Blind en Toby Alderweireld. En volgend jaar hoop ik daar ook weer 2 of 3 jongens zo ver in te krijgen. Nou komt Jong Ajax als de landskampioen bij de beloftecompetitie ook uit in het grote bekertoernooi volgend seizoen. Wat verwacht je van dat avontuur? Nou, dat is natuurlijk een geweldige graadmeter voor de jongens om te laten zien aan de rest van de wereld hoe ver ze al zijn. En dus dat is natuurlijk voor elke trainer die bij een belofteteam zit, zijn dat de mooiste wedstrijden. Tot slot, Pieter, kun je iets vertellen over de staf, hoe die er verder uit gaat zien volgend seizoen? Nee, op dit moment is dat nog niet duidelijk. Dus dat zal er zijn een tijd duidelijker worden, denk ik. Wat wordt exact je eerste werkdag? Ja, zover het nu is het 6 juli, dus... Veel succes. Ja, dankjewel.